Hi, mijn naam is Nanda en vandaag gaan we een energizing flow doen die eigenlijk een beetje je hele lijf doorgaat. Dus we doen wat benen, we doen wat twists, we doen wat warriors en we doen misschien ook wat heupopeners. Dus heb je zin in een beetje meer energie door je hele lijf? Dan beginnen we wel heel even rustig. Om even te landen in de ruimte en te landen op je mat. Laat je handen rustig landen op je knieën bovenbenen. En wieg je misschien een beetje heen en weer. Draai je kleine cirkels vanuit je koor. En draai je ook rustig een aantal keer de andere kant op. Of je wiegt een beetje heen en weer. Breng je je rechteroor langzaam een beetje meer naar je rechterschouder. Een beetje meer strekking aan de linkerzijde. En rustig aan omhoog, langzaam door. Linkeroor een beetje naar je linkerschouder. Vanuit daar rustig terug op naar neutraal. Langzaam even een beetje meer je kin naar je borst. Even een beetje heen en weer wiegen als dat goed voelt. En vanuit daar langzaam terug omhoog. Kruin weer iets op. En zacht in je schouders. En loop je met je handen even een beetje naar voren. En misschien loop je verder naar voren. Kom je misschien met je voorhoofd, je borst een beetje richting de grond of de mat. Misschien voelt dat niet goed en blijf je juist liever iets hoger, elleboog iets zijwaarts. Blijf wel zacht in je schouders, wieg een beetje heen en weer. En kom langzaam weer overeind. Neem je handen even over je heupen heen. Beetje meer gewicht in je handen, lift je borst iets op, kijk iets op, maar laat je hoofd niet hangen. Lift je heupen een klein eindje omhoog. Hou die ruimte aan de voorzijde bij je lijf. Lengte over de wervels van je kruin, een beetje meer naar je zitpotjes. Rustig keer naar je borst en langzaam je heupen weer iets meer naar beneden. En neem je beide handen tot echt iets naast je. Rol je schouders naar achter en neem op een inademing rechterarm omhoog. En misschien iets over je hoofd heen. En misschien reik je langzaam een klein beetje meer naar die linkerzijde toe. Blijf je zacht in je schouders, zoek je nog een beetje meer lengte en ruimte over je flank. Kijk je iets op naar het plafond of wieg je een beetje heen en weer. Klein beetje na te voelen, klein beetje meer te voelen hoe het voelt. Laag onder in je rug of bij de aanhechting naar je heup. En dan kom je langzaam terug omhoog. En dan ga je helemaal door naar de andere kant. Met je rechterhand rustig meer in de mat, in de grond. En misschien gaat je rechterschouder stiekem iets naar je oor, rol hem weer een beetje terug. Kijk je iets op naar het plafond, raak je kruin iets op, kin een beetje uit je borst. En zoek je ook hier een beetje meer beweging of juist de verstilling. Kom je tot de ontdekking dat er hier meer ruimte is. Dat het beter voelt om naar deze kant toe te rijden. En dan kom je weer rustig terug omhoog. Grote zwaai, laat je alleen die linkerhand landen. Neem je handen weer even naar je knieën bovenbenen. Raak je kruin weer iets op en sluit heel even je ogen. En voel heel even na wat die eerste, wat milde bewegingen hebben gedaan met je lijf qua ruimte. Kan je even bewust worden van de bewegingen door je lijf heen. Adem een keer rustig maar diep in door je neus. Laat het los met een zucht door je mond. Adem rustig maar diep in door je neus. En laat het los met een zucht door je mond. Laatste keer, rustig maar diep in door je neus. En laat het weer los met een zucht door je mond. En dan sluit je rustig je mond, ga je naar een in- en uitademing door je neus. Adem rustig in 3 tot 4 tellen in en weer langzaam in 3 tot 4 tellen uit. Kijk of je grote trage cirkels kunt ademen door je lijf, die je misschien in gedachten een beetje volgt. En dan open je opnieuw zacht je ogen. Breng je handen even achter je. En stap rustig je voeten een beetje meer naar de voorzijde van de mat. En vanuit daar iets meer gewicht in je handen. Lift je rustig je heup iets omhoog. Ga je knieën iets meer naar de voorzijde van de mat. En blijf zacht in je schouders. En breng je kruin een beetje in lijn met je zitpotjes. En blijf zacht in je borstgebied, je buikgebied. Laat je hoofd niet helemaal hangen. En breng rustig je kin weer een beetje naar je borst. En laat dan langzaam je heupen weer een beetje meer zakken. En vanuit daar breng je je benen een beetje naar voren. Schuif je misschien een beetje met je voet. Zitpotjes mooi in de mat.
gaat je rechterhand naar je knie, rechtervoet binnen bovenzijde van je been. En vanuit daar op een inademing armen langs je oorhoog en uitademend rijk naar voren en plaats je handen waar het past. Even zacht, milde vooroverbuiging. Misschien beweeg je nog een beetje heen en weer. Blijf zacht in je schouders, laat je je hoofd lekker hangen. Inademend kijk iets op en uitademend rol rustig terug omhoog. Beide handen een beetje meer naar je rechterknie. Rechtervoet dicht aan de binnenkant van je linkerbovenbeen. Linkerhand achter je rug. Inademend rechterhand omhoog en uitademend een beetje meer naar de voorzijde van de mat. Laat hem landen en hou hem lekker hier. Of schuif hem een beetje meer naar de zijkant van je mat. En voelt het goed, dan gaan vanzelf die handen iets meer naar achter. En misschien pak je je vingers, je polsen. Kom je naar een binding pose. En voelt dat niet goed in je schouders, dan hou je je handen lekker iets meer los. Laat je hoofd een beetje meer hangen, een beetje meer naar je linkerknie. En dan wijs je rechterknie een beetje omhoog, rechtervoet een beetje meer in de mat. En vanuit daar rol je rustig terug omhoog. Beide handen een beetje meer naar je rechterscheen en wissel langzaam door. En klop je benen even los of draai een rondje. Linkerhand naar je linkerknie, zachtjes naar de binnenbovenzijde van je rechterbovenbeen. Blijf mooi in het midden zitten. En misschien wil je iets plaatsen onder je linkerknie als die iets zweeft boven de mat. Sla je rechterknie niet op slot, maar hou je rechtertenen wel mooi zacht vrouwelijk. Inademend armen langs je oren hoog. En uitademend rijk rustig naar voren en laat je handen landen waar het past. En verzacht weer langzaam iets verder door. Hou je gewicht nog steeds een beetje meer in het midden, laat je hoofd lekker hangen. En zacht in die schouders. Dus als ze stiekem mee omhoog waren gerold naar je oren, rol ze weer een beetje meer terug. Hou ruimte aan de voorzijde bij je borst. Hou ook ruimte aan de achterzijde bij je schouders. Wiegeling een beetje heen en weer. Zoek aan deze kant misschien juist de verschilling. Voel het verschil tussen de strekking en de ruimte. Aan de ene zijde en de andere. Kom rustig terug omhoog met een ronde rug. Beide handen iets meer naar je linkerbeen en stap rustig linkervoet een beetje dichter aan de binnenbovenzijde van je rechterbeen. Rechterhand achter je rug, zachtjes op je vingertoppen, mooi rechter rug, adem in. Neem je hele linkerarm omhoog en adem uit, breng hem een beetje meer naar de voorzijde. En dan blijf je misschien of hier, laat je hier vast een beetje je hoofd hangen. Of misschien gaat je linkerhand weer iets meer tot buiten de mat en dan komt je schouder een beetje tegen je knie of je scheen. En is de ruimte genoeg? Misschien pak je dan wel weer achterlangs je hand, je pols, je vingers. En doe je schouders geen geweld aan, dus blijf lief. Lief voor je lijf, lief voor je schouders. Laat je hoofd lekker hangen. Breng je gewicht een beetje meer naar de rechterkant. Linkerbeen zit voelt een beetje meer uit de mat. Linkerknie nog steeds iets meer omhoog. Nog steeds een beetje meer gronding door je linkervoet. Rechtertenen blijven nog steeds iets vrolijk. Niet extreem, dus denk aan die knie. En vanuit daar langzaam terug omhoog. En strek je beide benen weer even bij elkaar vandaan. En klop ze weer even los. Handen achter je heupen. Zwaai je voeten rustig via de rechterzijde. Helemaal naar de achterkant. En kom langzaam door naar je handen en naar je knieën. Handen onder je schouders, knieën onder je heupen. Wieg misschien een beetje heen en weer. Gewicht een beetje naar links, een beetje naar rechts. En vanuit daar gaan je tenen mooi in de mat. Voelt dat niet goed voor je knieën, dan blijven je schenen vreven in de mat. Of misschien pak je een handdoek en dan leg je die onder je knieën neer. Inademend rustig even naar een holle rug. En uitademend kantel je dat bekken en maak je langzaam die ronding. Adem in, rol rustig naar een holle rug. Kijk iets op, blijf zacht in die schouders. En adem uit, laat je hoofd een beetje meer hangen. Kijk iets meer naar je knie, je tenen, je navel. Laatste keer, adem in, rol rustig naar een holle rug, kijk iets op. En adem uit, kantel eerst dat bekken en dan begint die ronding. Ronding van je zitbordjes naar je kruin, vingertoppen iets meer in je mat, blijf zacht in die schouders. Rustig kom je terug naar neutraal. En vanuit daar doe handen in de mat, lift je rustig je knieën, je heupen, breng je gewicht omhoog en naar achter, down dog. En dan maak je die down dog eerst wat kleiner en compacter. Dus buig een beetje meer je benen, plak je ribben op je bovenbenen. Duw een beetje vanuit je vingers naar achter. Laat je hoofd lekker hangen of rijk met je kruinjes naar je duimen. En strek dan langzaam je benen. Hou je knieën liggen boven je hielen iets uit de mat. Dus de ruimte gaan je hielen vanzelf meer in de mat. Ga niet hangen in je schouders, ellebogen iets zijwaarts, oksels iets naar elkaar toe.
En misschien maak je even wat bewegingen in die down dog. En vanuit daar, langzaamaan, hielen terug in de mat. Rol naar je tenen, buig je benen, kijk naar jou en loop naar de voorzijde van de mat toe. Voeten heupbreedte, grote tenen, iets naar elkaar. Ben je daar? Vouw voorover. Lieg even heen en weer. En een vooroverbuiging die goed voelt. En de een laat lekker handen los. En die handen gaan dan een beetje om je benen heen. Ander pakt misschien ellebogen. Laat je hoofd lekker los. Blijf gronden door je voeten. Activeer kuit en scheen, bovenbeen. En vanuit daar breng je je handen rustig een beetje meer terug. Buig je benen. En plak je ribben een beetje op je bovenbenen. Breng het gewicht een beetje in je hielen en je heupen een beetje meer richting de mat. Hou je tenen een beetje meer zacht en ontspannen. En inademend neem je rustig je armen langs je oren hoog en kom je rustig naar een Utkatasana. Blijf zacht, zacht in je benen. Kijk even naar beneden. Kun je de randjes van je tenen zien? Dan zit er genoeg gewicht naar achter. Anders zit er te veel gewicht naar voor. Blijf zacht in die schouders. Blijf zacht in je gezicht. Blijf bij je adem. Rustig in en langzaam uitademt. Wordt het te zwaar? Adem in door je neus, uit door je mond. Adem in, zoek een beetje meer lengte en ruimte in je Utkatasana. Strek iets meer je benen. Zoek iets meer lengte en ruimte over de wervels in je rug. Blijf zacht in die schouders. Blijf zacht in je gezicht. Vingertoppen omhoog. Blijf gronden door je voeten. Blijf zacht in die tenen. En vanuit daar helemaal door naar beneden. Hou je benen nog steeds gebogen. Plaats je vingertoppen voor je beide voeten. Buig je linker elleboog naar je linkerknie. En strek rustig je rechterbeen. En vanuit daar gaat je rechterhand via de voorzijde op en open je langzaam. En kijk je misschien die rechterhand na. Beetje meer last van je schouder. Dan draai je hem misschien terug over het lage deel van je rug. Langzaamaan wissel je door. Rechterhand gaat voor rechtervoet. Wisselbuiging in je been. Dus strek langzaam je linkerbeen en je linkerarm helemaal omhoog. Blijf zacht in die schouders. Hou je rechterknie mooi gebogen richting je elleboog. En vanuit daar langzaam terug naar beneden. Handen weer een beetje meer naar de punten van de mat. En neem je tijd om rustig terug te stappen naar je down dog. En voel even na. En op een inademing neem je dan je rechterbeen omhoog. Three-legged dog. Heupen mooi gesloten, tenen wijzen naar beneden. Gewicht blijft uit je handen. Grote zwaar voorzijde van de mat. Blijf iets zachter in je achterste been. Inadem met armen langs je oren hoog. Strek iets meer op via dat achterste been. Hou heupen mooi samen. Blijf zacht in je schouders. Adem in. Strek en lift één keer helemaal op. Adem uit. Breng je handen voor je borst. Een twist. Rustig linker elleboog buitenzijde rechterknie. Kijk iets meer terug naar de mat voor je balans. Voelt het goed? Kijk je iets meer zijwaarts. Voelt het nog steeds goed? Kijk je over je schouder. Elleboog mag langs je flank of iets meer omhoog. Als je duimen maar niet stiekem omhoog kruipen richting je schouder, hou ze iets meer voor dat borstgebied. Inademend langzaam, handen weer voor je borst, reik je kruin iets op. Adem uit, breng je handen langs je heupen. Vingers wijzen naar de achterzijde van de mat, reik je kruin iets meer naar voren. Niet helemaal met dat gewicht in dat rechterbeen. Strek dat linkerbeen naar achter, hiel wijst omhoog. Maken we hem nog net iets moeilijker. Handen gaan naar de voorzijde van de mat, duimen wijzen omhoog, pinken naar beneden. Hou ruimte tussen je bovenbeen, je buik, je borst. Niet helemaal in dat gewicht van die rechtervoet. En daar komt hij langzaam aan. Adem in. Zoek lengte en ruimte. Hou voorste been gebogen, achterste been iets gestrekt. En kom weer terug naar je hoge hartklopper. Mooi. Vanuit daar grote zwaai terug naar beneden in de mat. En dan grond je rustig je hele linkerhiel en strek je langzaam een klein beetje meer je voorste rechterbeen. Gaat je rechterhand langzaam naar je scheen, net iets onder je knie. Inadem met linkerhand rustig op en open, helemaal zijwaarts. Kom niet te diep staan, dus hou die lengte en die ruimte over beide flanken. Trikonasana, waarbij je vanzelf meer naar beneden gaat als je die ruimte kunt houden. Die ruimte over je flanken, die ruimte over je armen, die zachtheid in die schouders. Vanuit daar gaat die linkerhand rustig terug naar beneden. Buig je voorste been. Draai linkertenen terug. En stap langzaam terug naar achter. Down dog. Walking dog. Om de beurt hielen. Achterzijde van de mat. Of misschien hou je hem even stil en wieg je even met je heupen heen en weer. Schud je misschien een rechter linkerhand los. Rechtervoet. Of misschien wel een linkervoet.
landen je voeten en je handen weer terug in de mat. Inademen met linkerbeen omhoog, heupen mooi samen. Three legged dog. Zacht in die schouders. Niet hangend naar voren. Blijf lift omhoog en achter. Blijf zacht in je nekgebied. Zwaai die linkervoet helemaal naar de voorzijde van de mat. En vanuit daar buig iets meer in dat achterste been. En adem in. Lift helemaal omhoog. Rechterheup, linkerheup mooi samen. Schouders zacht. Adem in. Strek één keer helemaal op. En adem uit. Buig voorste been. Neem handen door tot voor je borst en twist. Rechter elleboog. Buitenzijde linkerknie. Voor je balans kun je altijd terugkijken naar de mat. Blijf zacht. Zacht in die schouders. En voelt het goed, dan kijk je vanzelf meer zijwaarts. Of meer over je schouder naar achter. Hou je heupen mooi samen. Blijf gronden door linkerbeen, door rechterbeen. Inadem het. Kom rustig terug naar het midden. Blijf zacht. En vanuit daar gaan je handen naar je heupen. En raak je je kruin iets meer naar voren. Een mooie rechte lijn van je kruin helemaal tot naar je heel. Blijf duwen, krachtig, door die rechtervoet. Zodat niet al dat gewicht in die heupen en in dat linkerbeen komt. Handen gaan naar voren. Nog net iets moeilijker. Blijf ademen. Wordt het zwaar. Adem in en uit door je neus. Blijf zacht. Blijf bij die adem. Blijf gronden. Nog steeds ook door dat rechterbeen. En vanuit daar langzaam omhoog. Blijf iets zachter in dat achterste been tot je rustig staat. En misschien strek je dan wel langzaam iets op. Blijf bij die adem. Blijf zacht in je gezicht. Zacht in je schouders. Mooi. En vanuit daar gaan je beide handen een grote cirkel terug in de mat. En dan grond je rustig je hele rechterhiel. Strek je langzaam iets meer je voorste been. En dan gaat je linkerhand rustig naar je linkerscheen. Heupen blijven mooi samen. Inademen met rechterhand via de voorzijde op en open. En voelt het niet goed omdat je onderweg hier meer ruimte verliest, dan blijf je wat hoger. Misschien kijk je die rechterhand na. Sla je linkerknie niet op slot. Ga niet hangen in je heup. Blijf liften, zoek lengte, zoek ruimte. Rijk je kruin op. En met de tijd en met de ruimte, met de zachtheid in je lijf, komt er vanzelf meer ruimte voor je arm naar beneden. En er is in een houding niet zoiets als goed of fout. Alleen maar zoals het voelt in je lijf. Afhankelijk van je ruimte, van je dag, van je moed. Vanuit daar, langzaam, buig je voorste been. Rechterhand terug in je mat, rechter tenen terug naar voren. Linkerhand terug, blijf zacht in je voorste voet. En stap terug naar achter. Down ook. Blijf bij je adem. Blijf zacht, zacht in je gezicht. Zacht in je focus. Rustig aan hier de achterzijde van de mat heen en weer. En vanuit hier, rol naar je tenen. Buig je benen, kijk naar je handen. En loop met je handen rustig iets meer naar je voeten. En ben je daar, dan vouw je voorover. En vanuit daar, langzaam aan op een inademing. Rijd je kruin iets op, handen naar je schenen of vingertop in de mat. En adem uit, verzacht. Adem in, lift iets weg bij die bovenbenen. Zoek lengte en ruimte. En adem uit, verzacht. Adem in, lift op, zoek lengte, zoek ruimte. En adem uit, verzacht. Buig een beetje meer je benen. En vanuit je voeten actief duw omhoog. En rol rustig omhoog. Activeer kuit, scheen, knie, bovenbeen, billen, bekken, stapel de wervels in je rug. Kom langzaam staan. En schud als je staat. Je benen even los. Je armen even los. En plaats je voeten terug, heupbreed, grote tenen iets naar elkaar. Inadem, buig je benen, neem je armen langs je oren hoog. Boven je hoofd, pak zachtjes je linkerhand je rechterpols. Adem in, maak je rechterarm iets langer en plak hem een klein beetje tegen je achterhoofd, achter je oor. En vanuit daar, blijf zacht in die schouders. Zoek op een inademing lengte en ruimte omhoog. En adem uit, reik een beetje naar die linkerkant. Blijf gronden door je beide voeten. En plots staat daar, aan die rechterkant, een onzichtbare muur. Duw die rechterheup een beetje tegen die muur. En zoek nog iets meer lengte en ruimte over je flank. Blijf zacht in die schouders. Kijk misschien iets op. Inadem het. Kom rustig terug omhoog naar het midden. En wissel dan boven je hoofd je handen. En misschien wordt het wat zwaarder in die schouders, zwaarder in je rug. Dus blijf die core goed gebruiken. Vanuit daar gaat met die rechterhand die linkerarm iets meer omhoog.
Blijf nog steeds zacht in die schouders. Adem in lengte en ruimte omhoog naar je borst. En adem uit over je hoofd heen. Helemaal naar die rechterkant. En blijf strekken, blijf verlengen. En dan staat die onzichtbare muur plotseling aan de linkerkant. Linkerheup, duw je een beetje tegen die muur. En rijd misschien nog iets verder. Blijf zacht, blijf gronden door die beide benen. Zet ze niet op slot. Inademend kom je rustig terug op naar het midden. En uitademend ontspan in je armen. Schud ze even los. En dan stap je je voeten iets breder. En dan draai je even om je as. Zachtjes wat cirkels grondend door je voeten. En blijf zacht in dat onderlijf. Als je hier alles vastzet, dan wordt de beweging hier korter en statischer. Dus blijf zacht. Blijf zacht in je knieën, zacht in je enkel, zacht in je voeten, zacht in je gezicht. Breng de beweging rustig in het midden tot stilstand. Hou je voeten lekker iets breder. Grond echt door je voeten, door je hielen, door je tenen. Inademend buig je benen, neem je armen langs je oren hoog. En uitademend voorover. Adem in, buig je benen helemaal hoog. En adem uit, laat los. Adem in, lift op. Adem uit, laat los. Adem in, lift op. Adem uit, laat los. Laatste keer, adem in, lift op. Adem uit, laat los. En blijf lekker even laag. Wieg weer een beetje heen en weer. Blijf zacht in die schouders, zacht in je gezicht. Buig opnieuw een beetje meer je benen. Vingertoppen blijven een beetje meer in de mat. En vanuit daar langzaam aan. Grond je een klein beetje meer in je rechtervoet. En breng je je linkervoet achter je rechter langs. Gaat hij een beetje meer op de zijkant van je voet. Dus je tenen zijn gelift van je linkervoet. Tenen wijzen in één lijn een beetje meer naar de voorzijde van de mat. Buiging zit in je rechterbeen. Heupen blijven mooi samen. Voelt het goed? Schuif je rustig. Je linkervoet nog iets verder weg. Linkerhand blijft op vingertoppen in de mat. En gaat je rechterarm omhoog. Blijf nog steeds zacht. Zoek lengte en zoek ruimte. Voelt het niet goed in je schouder? Arm iets meer naar je rug. En is de beweging te groot of te heftig voor je heup? Stap die linkervoet iets dichterbij. Dus schuif hem iets meer terug. Rechterhand rustig terug in de mat. Blijf laag met die linkervoet. Hou contact met de grond en mat. En stap hem rustig terug naast je rechter. Adem in. Zoek lengte en ruimte. Rijk en kijk iets op. En adem uit. Verzacht. Vouw voorover. Handen gaan weer iets meer terug in de mat. Buig opnieuw je beide benen. En dan gaat je rechtervoet achter je linker langs. Op de zijkant van je voet. Tenen uit de grond. Schuif je hem rustig iets verder bij je vandaan. Of je houdt hem iets dichterbij als dat beter voelt. Rechterhand blijft mooi in de mat. En dan gaat die linkerhand helemaal omhoog. Blijf mooi gebogen in die linkerknie. Blijf zacht in die schouders. Voelt het niet goed, dan neem je die linkerhand iets meer zijwaarts. Of hij gaat weer meer achter je rug. Voelt het wel goed, dan rol je iets meer op omhoog. En kijk je ook iets meer omhoog. Vanuit daar gaat die linkerhand rustig terug. Hou je rechtervoet mooi in contact met de grond en de mat. En stap hem rustig naast die linker. Adem in, lift iets op, kijk iets op. En adem uit, verzacht. En vanuit daar plaats je langzaam je handen weer een beetje meer in de mat. En op je eigen tempo stap je weer rustig terug in je down dog. En misschien verplaats je je handen iets naar voor of je voeten iets naar achter. Blijf zacht en langzaam aan. Misschien kijk je iets onder die rechter en dan langzaam onder die linker oksel door. Duw je iets meer je linkerhand in de mat en dan je rechterhiel. En je rechterhand en je linkerhiel. Blijf zacht in die schouders. En op een inademing rol opnieuw naar je tenen. Buig je benen, kijk naar je handen en loop weer rustig naar de ruimte tussen je handen in. Adem in, handen naar je schenen, lengte in je rug, rijk je kruin iets op. En adem uit, verzacht. Buig je beide benen en breng je beide handen iets meer in de punten van de mat. Vanuit hier neem je rustig je linkerbeen omhoog. Tenen wijzen naar beneden. Heupen blijven nu eerst nog mooi samen. Rechterhand blijft nu iets meer in de punt van de mat. Hou je rechterbeen als standbeen en open nu eerst die linkerheup. En vanuit daar gaat misschien je linkerhand omhoog. Rijk je je kruin iets op of kijk je iets omhoog of zijwaarts. En misschien flex je wel je linkervoet of maak je je tenen iets zachter. En vanuit daar breng je rustig die linkerhand terug. En breng je je linkerknie met een grote zwaai naar je borst. En stap je als je uitademt hem rustig terug in de mat. Adem in, handen naar je schenen, vingertop in de mat. Rijk, kijk iets op.
En adem uit, vouw weer voorover. Buig zo ver in je benen dat je je vingertoppen weer iets meer terug kunt brengen in de punten van de mat. En dan blijft je linkerhand nu iets meer in die punt. En vanuit daar langzaamaan dat rechterbeen omhoog. Eerst die heupen nog mooi samen. Vanuit daar blijf je zacht, rijk je kruin iets op. Dus kijk niet naar je borst, kijk iets naar voren. Open die rechterheup bovenop die linker. Komt die rechterhand vanzelf iets los. Is dit genoeg, dan blijf je lekker hier. En anders, dan gaat misschien die rechterarm omhoog. En vanuit daar, als het goed voelt, kijk je rustig iets meer zijwaarts. Of je flex misschien je rechtervoet. Blijf zacht, zacht in je adem, zacht in die schouders. Rustig. Die rechterhand weer terug in je mat. En met een grote zwaai breng je die rechterknie iets meer naar je borst. En stap je hem weer terug als je uitademt naast je linkervoet in de mat. En vouw voorover. Adem in, handen naar je schenen, lengte in je rug. En adem uit, vouw weer voorover. Buig je benen, plaats je handen weer iets meer in de punten van de mat. En stap weer terug naar achter. Langzaam terug. In. Die walking dog. En voelt het goed, dan kun je die walking dog ook altijd gebruiken voor een vinyasa. En wil je die vinyasa zacht houden voor je schouders, dan kom je op een inademing eerst meer naar een plank. Rijk je kruinen voor, duw je hielen naar achter. En omwille van die rug gaan die knieën dan iets meer naar de mat. Dan buig je je armen, dan gaat je borst, buik, neus iets naar de mat. En dan schuif je misschien iets over de mat heen. Lift iets op, kijk iets op. Adem uit, rustig terug, neus, buik richting de mat. Adem in, hou ellebogen iets meer langs je flanken. Duw omhoog naar handen en knieën. En adem uit, ga je tenen in de mat, lift je je knieën en ga je heupen omhoog. En stap je terug, down dog. Dus als we in een down dog zijn, voel je vrij. Er is altijd tijd en ruimte om door een vinyasa te komen. En vanuit hier breng je beide hielen tot stilstand. Inademend, lift je rechterbeen. En dan kun je opnieuw naar die three-legged dog. Of je maakt die rechtertenen heel vrolijk. De down dog split. En misschien buig je je rechterknie zacht in je rechtervoet. En zwaai je je hele rechtervoet naar de voorzijde van de mat. En dan blijf je eerst even wat hoger. Heb je ruimte om je rechterarm over je rechterbeen te brengen. En vanuit daar linkerknie rustig in de mat. En dan schuif je je hele rechtervoet een beetje meer naar beneden. Beide handen blijven een beetje meer aan de binnenkant van die rechtervoet. En voelt het goed, dan kom je langzaam iets meer naar beneden. Iets meer naar je onderarmen. En als het goed voelt vanuit je knie, je heupgewricht, valt vanzelf die rechterknie een beetje meer zijwaarts. Zonder dat je helemaal gaat hangen in die linkerschouder. En misschien zijn je linkertenen nog in de mat. En wil je liever je schenen wreven in de mat leggen, een beetje meer naar achter. En voelt het goed, dan kan die rechterhand ook omhoog of iets over je hoofd heen. Of misschien is er ruimte om wel met je hand je voet te pakken. En kijk je omhoog naar dat plafond en voelt dat allemaal niet goed. Dan blijf je misschien lekker in de houding waarin je bent. Of je creëert weer een beetje meer ruimte. Blijf zacht in die schouders, zacht in je gezicht. Inademend, kijk rustig iets op en loop langzaam iets meer terug omhoog. Gaan je heupen iets meer omhoog en naar achter. Linkerhand blijft in je mat, rechterhand gaat naar je enkel. Plaats je rechtervoet achter je linkerhand. Rechterhand gaat terug. Rechterknie achter rechterpols. Langzaam aan gaat misschien dat linkerbeen iets meer naar achter. De ene wijze nog steeds iets meer naar achter. En dan ben je hier in een wat hogere duif. En voelt het goed bij je heup, bij je knie. Dan kom je langzaam iets meer naar een wat lagere duif. En alle duiven zijn verschillend. Dus de ene duif hangt misschien iets meer naar de rechterkant. De ene heeft misschien iets meer ruimte. Heupen zijn nog iets meer hoger. Voelt dat niet goed, kan er altijd een kussen of misschien een opgerolde deken onder je rechterbil. En heb je alle ruimte en alle zachtheid, dan kun je misschien door naar beneden. En voelt het goed, dan kun je altijd je rechterhand nog voor je brengen en je linkerhand onder. Je rechter door en dan blijft je rechterhand of hier. Of je plaatst je rechterhand bovenop je linker, brengt je schouders iets meer samen. Blijf je zacht in je nek en je schouders. En voelt dat niet goed, dan blijf je lekker wat verder bij die houding vandaan. Of misschien je linkerhand wel daar, maar je houdt je rechterhand iets meer voor. En op je eigen tempo kom je dan langzaam weer overeind. Blijf zacht in die schouders. Creëer langzaamaan een beetje meer ruimte.
Linker tenen in de mat, lift je linkerbeen, lift je heup. Duw je handen in de mat, lift je rechterknie en stap rustig terug naar achter, down dog. Walking dog, op je plek, om de beurt, hielen achterzijde van de mat. En ik heb het al eens eerder gezegd, zie die down dog echt als een pitstop om even na te voelen in je lijf. Waar wil ik nog iets meer bewegen? En dan land je weer rustig aan, gewicht gaat weer iets meer omhoog en naar achter. Je potjes omhoog, lengte in je rug, zacht in je schouders. Lift je linkerbeen. Down dog split, heupen mooi samen. Iets meer gronding door die rechterhiel, dus niet het gewicht naar voren. En vanuit daar, langzaamaan, zwaar naar voren, linkervoet, voorzijde van de mat. Land je halverwege, help hem lekker naar voren. Breng je beide handen aan weerskanten van je voorste voet. Dus dit is echt een wat actievere high lizard. En dan breng je je linkerhand iets meer over je been heen. Laat je dan misschien die rechterknie landen en schuif je je linkervoet iets meer naar de rand van de mat. En dan blijf je misschien of hier, misschien hou je de rechter tenen in de mat. Misschien kom je langzaam iets meer naar beneden. En als je minder ruimte hebt, kun je misschien je rechteronderarm in de mat houden en je linkerhand op vingertop in de buurt van je voet. Voelt het niet goed om die voet iets meer naar de zijkant te brengen, dan hou je hem lekker iets meer in de mat. Voelt het helemaal niet goed qua ruimte aan deze kant, dan blijf je lekker wat hoger. Dus blijf vooral voelen in je lijf. Denk aan die ellebogen. Zet ze niet op slot naar de voorzijde, dus niet bot op bot en dan op slot, maar blijf zacht. En voelt het wel goed, dan kun je diezelfde bewegingen misschien maken, die je ook naar de andere kant maakte. En misschien is er ook hier weer ruimte voor een twist. Rechtertenen omhoog, hand naar je voet, kijk op, blijf zacht. En vanuit daar, waar je ook bent, in je high of low lizard, langzaam kom je iets meer terug omhoog. Heupen gaan weer iets meer omhoog en als een blokje naar achter. Grond een beetje meer door je rechterhand. Linkerhand naar je voet. Linkervoet achter rechterpols. Linkerhand weer terug en rustig je knie achter je pols. Rechtervoet en tenen gaan iets verder naar achter. Blijf je weer misschien hier iets meer in een hogere duif, een zittende duif. En anders kom je langzaam naar beneden. Ga niet gelijk naar beneden, maar blijf echt voelen. Voelt het goed voor je knie? Voelt het goed voor je heup? Voelt het goed voor je lies? Wil je misschien nog iets aanpassen in je houding? Kom rustig lager als het goed voelt. En misschien is er ook hier weer ruimte voor je twist. En dan gaat langzaam die linkerhand bovenop die rechter. En is die ruimte er niet, dan blijft die linkerhand misschien voor je op de mat. En dan blijft die rechter schouder een beetje meer in de buurt van die linkerknie. En verzacht je wel de zijkant van je gezicht. En vanuit daar kom je rustig overeind. Blijf je misschien eerst nog wat lager. Kom langzaam vanuit die stretcher overeind. Handen weer iets meer terug in de mat. Rechtertenen in de mat, lift rechterbeen, je heup en lift. Dan ook rustig je linkerbeen en stap terug naar achter. En loop het er weer even rustig uit. Blijf zacht, zacht in die schouders. Blijf rustig in die adem. En vanuit daar, buig nog een keer je benen. Pak je ribben op je bovenbenen. Kom helemaal naar voren naar een hoge plank. Rijk je kruin naar voren. Blijf actief in je koor. Blijf zacht in die schouders. Wieg een beetje heen en weer. Breng je heupen iets lager. Lager dan die schouders. Zonder dat je gaat hangen in die heupen. Zonder dat je gaat hangen in die schouders. Dus hou hem actief. Voor wie mee wil, gaan we naar een zijwaartse plank met een opening. Naar de linkerkant. Rechterhand gaat in de mat. Linkerhand gaat omhoog. Je rechterknie mag altijd achter je pols. Of je mag altijd de voet wegstappen. Voor de een of achter de ander. En vanuit daar langzaam terug naar het midden. Eerst weer even terug naar die basis. Rijk je kruinen voor hier en naar achter. Koor actief. Nog steeds zacht in die schouders. Langzaam door naar de andere kant. Linkerhand in de mat. Opening naar rechts. Heupen mooi samen. Voeten bovenop elkaar. Of misschien opnieuw die knie achter je pols. Of misschien die voet weer voor of achter je linkervoet. En vanuit daar langzaam terug. Link, rechterhand, linkerhand. Kruin weer iets naar voren, hielen iets naar achter. Blijf actief in die core. Blijf zacht in die schouders. En ik weet dat het zwaar is, dus adem rustig in en langzaam uit. Mooi. En misschien voelt het als heel zwaar. Bedenk dat het wat lichter is.
Dus duw met je handen iets meer in de mat, maar vanuit vriendelijkheid en zachtheid. Vanuit hier breng je knieën tot net iets boven de mat. Laat ze een klein eindje zweven en lift weer terug op. Langzaamaan knieën tot net iets boven de mat. En lift weer terug op. Gebruik die core, blijf zacht in je schouders. Laatste keer, knieën net boven die mat. Hoever een beetje heen en weer. Gemene. En vanuit daar lift rustig op. En vanuit daar knieën terug. En rechterknie iets zijwaarts, linkerknie iets zijwaarts. Helemaal terug naar achter. Even naar een child's pose, maar wel een actieve. Dus vingertoppen gaan in de mat. Handen, armen blijven een beetje uit de mat. Voorhoofd in de mat, je neus of je kin. Wieg even heen en weer. En adem een keer rustig, maar diep in door je neus. En laat het los met een zucht door je mond. En op een inademing, kijk rustig iets op. Handen terug in de mat, rol met een ronde rug richting je handen. Handen onder je schouders, knieën weer achter je polsen. Tenen achter je knieën, tenen in de mat. Duw omhoog vanuit handen en knieën, lift omhoog. Gewicht uit je handen, terug. Naar de laatste down dog voor vandaag. Langzaam aan hier de achterzijde van de mat. Hoi. En breng rustig je hielen tot stilstand. Inadem het rol naar je tenen, buig je benen, kijk naar je handen. En loop naar de ruimte tussen je handen in en blijf klein. Kom langzaam door naar de hurk. En dan gaan je knieën iets tussen je ellebogen heen. Gaat je rechterknie achter je rechter elleboog en je linker achter je linker. Blijf mooi iets hoger en kom langzaam iets meer overeind. Misschien nog iets meer overeind. Handen naar je borst, misschien wieg je een beetje heen en weer. Balanceer een beetje op de top van je teen, de bal van je voet. Blijf zacht in die schouders. En vanuit daar langzaamaan je handen terug. En dan gaat die rechterhand helemaal langs die rechtervoet, onder je rechterscheen door. En je linkerhand helemaal achter je linkervoet langs. En dan laat je je hoofd een beetje hangen. Blijf je wat hoger op je tenen. Of je komt iets lager met je hielen als dat beter voelt. Blijf nog steeds zacht in die schouders en maak je lekker klein en blijf zwaar in je hoofd. En vanuit daar breng je rustig je handen iets meer naar de voorzijde. Blijf nog steeds zacht, zacht in die schouders. Hoe zachter je blijft, hoe makkelijker ruimte wordt, hoe makkelijker houdingen worden. Voelt het nou goed? Dan breng je je beide armen een beetje meer richting de mat. En dan breng je als het ware je schouder een beetje meer richting je knie. En vanuit daar breng je rustig je hoofd een beetje meer richting de mat. En kom je rustig iets meer omhoog. Misschien lift je rechtertenen, linkertenen. Blijf je hoofd een beetje zweven uit de mat. Dan heb je een mini balasan. Hoor blijft actief en het enige wat er kan gebeuren is een koproep. Langzaam terug je tenen in de mat en breng je gewicht iets naar achter. Hou een beetje counterweight naar voren en kom rustig zitten. Schuif je voeten even iets verder bij je vandaan. En breng je handen onder je kuitenscheen door en laat even los. En vanuit daar wieg je een beetje heen en weer. Misschien pak je wel met je voeten je handen en rol je nog een beetje verder naar voren. Blijf je zacht in je schouders. En voelt het goed, dan neem je je armen weer een beetje meer zijwaarts. En op een inademing kijk rustig iets op, rol langzaam omhoog. Breng met je handen je knieën weer samen. Strek je benen mooi bij je vandaan. Breng je handen even buiten de mat. Wieg een beetje heen en weer. En vanuit daar, langzaam naar achter. Kantel dat bekken en kom rustig naar achter. En dan glijden die hielen vanzelf iets meer naar je toe. En gaat langzaam je rug in de mat, je achterhoofd. En als je lekker ligt, gaan je knieën naar je borst. En dan sluit je even je armen om je knieën en draai je even cirkels. Zachtjes de ene kant op. En zachtjes ook de andere kant. Hou je knieën enkels mooi samen. Neem je armen even zijwaarts in een grote T. Laat je beide knieën even een moment vallen. Rustig naar de rechterzijde. Beetje meer richting je rechter elleboog. En inadem het rustig terug omhoog. En uitadem het langzaam door naar de linkerzijde. Blijf zacht in die linker schouder. Kijk misschien naar je rechterhand. En vanuit daar rustig terug op. En breng je handen naar je knieholte. En rol even een aantal keer heen en weer. Rolling like a ball.
alle wervels in je rug en de spieren langs die wervels. Niet verder dan die schouderbladen. Blijf zacht voor je nek. En laatste keer, dan blijven die voeten een beetje meer uit de mat. Mooi. En vanuit daar kruis je rustig je benen. En dan neem je je benen weer zoals het past. Kleermaker zit, halve lotus, hele lotus. Laat je handen weer even landen op je knieën, je bovenbenen. Zitbordjes weer iets meer richting de mat. Mooi lange rechte rug ruimte naar je borst. Rijk je kruin iets op, blijf zacht in je gezicht. Wieg een beetje heen en weer. Adem een keer rustig in en laat het los met een zucht door je mond. Sluit langzaam je ogen. Wieg een beetje heen en weer en voel je lijf even na. Wees je bewust hoe je je voelt in je lijf. Waar je ruimte hebt gecreëerd, waar je kracht hebt gebruikt. Waar je wat meer verzachting hebt gebracht. Adem nog een keer rustig maar diep in door je neus. En laat het los met een zucht door je mond. Voor de volgende inademing neem je armen langs je oren hoog, boven je hoofd, veertoppen samen. Adem uit, rustig terug, handen en kin richting je borst. Duimen naar je borstbeen, hart daarachter. Buig je hoofd een beetje richting je vingers. Adem je nog één keer rustig maar diep in door je neus. En laat het los met een zucht door je mond. En zo wil ik jou bedanken voor het samen doen van deze energizing flow. Blijf lief voor je lijf. En blijf dankbaar voor de ruimte, de kracht, de balans, de focus en de eindeloze energie. Namaste. En als je zover bent, neem je tijd om het rustig aan rollen, langzaam overeind. Handen weer misschien terug naar knieën bovenbenen. Wieg een beetje heen en weer. En als je je ogen nog gesloten had, dan open je ze zacht. Dankjewel en tot de volgende keer.